Ik groet jullie alle in Jezus' wonderbare naam, en bijzonder natuurlijk de gasten die de moeite hebben genomen om naar deze speciale dienst te komen. Ook voor de inzegening van Albert. En ik wil beginnen met u in 1 Timotheus 1. 1 Timotheus, de eerste brief, ik zeg het niet goed, de eerste brief en dan het derde hoofdstuk. Schrijft Paulus, dit is een betrouwbaar woord, als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. En hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. En ik wil ook nog lezen met u uit Titus, Titus 1. Vanaf vers 5 tot 9, dat zegt Paulus, om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Nou, we weten natuurlijk allemaal, het is nogal wat, hè, wat Paulus hier schrijft. En de eisen die aan gesteld worden, aan een opziener of aan een ouderling. Beide woorden worden gebruikt voor dezelfde taak. En we gaan niet alle punten nalopen, want ik neem aan dat mijn broeders dat gedaan hebben, die Albert hebben voorgedragen als ouderling. Dus dat is niet mijn bedoeling, maar ik wil een beetje toespitsen vanmorgen, Albert, op de taak die je wacht. Het is een voortreffelijke zaak, zegt Paulus, als je daarna vergeert naar deze taak, dus dat is heel mooi. En we zijn natuurlijk altijd dankbaar als ook in de gemeente mensen opstaan, door de Heere mensen gegeven worden en bekwaam gemaakt worden, toegerust worden, de gaven talent ontvangen en de gezindheid natuurlijk, het leven van Christus, wat hier eigenlijk natuurlijk uit naar voren komt. Want zonder Christus zouden we al deze voortreffelijke eigenschappen niet hebben. Het is uiteindelijk uit Hem. Een paar punten die ik met jullie wil delen deze morgen, en bijzonder natuurlijk met Albert, maar dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, voor de mensen die verlangen naar deze taak, de vrouwen die ondersteunend zijn, vooral ook in het gebed, en ook als hulp gegeven zijn aan de man, dus Jacobijn blijft ook de hulp van Albert, dus dat is heel mooi.
En het eerste punt wat ik eigenlijk onder de aandacht wil brengen, dat is dat je in Gods dienst staat. Dus je staat niet in de eerste plaats in dienst van de gemeente, niet van de mensen, maar in Gods dienst. En ik moet dan denken aan het woord van Elia, hè? In Koningen 17, toen zei hij, het is bid Elia, uit Tisbe en Gilead tot Achab, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta. En deze vertaling zegt, voor wiens aangezicht ik sta. De ene vertaling zegt in de dienst en de andere voor Gods aangezicht. En we lezen dat bijvoorbeeld ook in Jeremia 52, dan is het een aardse man, die Nebukadnezar, die bevelhebber van koning Nebukadnezar. Hij zegt, die koning voor wiens aangezicht ik sta, in wiens dienst ik sta. Je bent aangeworven door de Heere. En hij is je koning, hij is je heer. Hij heeft je gekocht, hij heeft je betaald, hij heeft je toegerust. Hij heeft je bekwaam gemaakt om deze taak te volbrengen. Om werkzaam te zijn in de gemeente van Christus. Dus die gemeente is niet van zichzelf, die gemeente is van Christus. Christus is het hoofd. Christus is de leidsman, hij is de heiland, hij is de goede herder. Hij heeft ons gekocht en betaald, ook alle broertjes en zusjes, grote broers en grote zussen, kleine kinderen, alles wat erbij hoort, dat hoort bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus je gaat als het ware om met het materiaal van Hem. Je gaat om met zijn kinderen, met zijn broers, met zijn zussen. En het is goed om dat voortdurend te beseffen. Dat voorkomt ook een soort eigenmachtig optreden. Dat je denkt dat het jouw kerk is, dat het jouw gemeente is, dat het jouw kinderen zijn, dat het jouw broers zijn of jouw zuster zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor ons als ouders. Alle kinderen die we hebben, dat zijn eigenlijk de kinderen van de Heere. En die moeten natuurlijk opgevoed worden. En het is heel mooi om te zien. Dat deze gemeente nou een ouderling krijgt die is speciaal belast met de kinderen, met de jeugd. En dat is heel bijzonder. En dat is ook heel goed, ook heel bijbels. Als je ziet dat de Heer Jezus, als hij Petrus opnieuw in dienst neemt. Ik geloof Johannes 21 is, dan neemt Jezus, Petrus opnieuw in dienst en het eerste wat hij dan zegt, dat is wijd mij lammeren. Hij begint niet over het hoeden van de schapen, ook niet over het weiden van de schapen, maar het begint met de lammeren. En hoe eenvoudig is dat eigenlijk om deze lijn vast te houden en deze lijn te zien? Dat wij niet moeten beginnen met de schapen en dat we ook als we kinderen hebben in het gezin of in de gemeente, dan is dat eigenlijk het zaad van de Heere. Dat is eigenlijk het zaad van God. En als wij dat zaad verwaarlozen, dan moeten we natuurlijk heel druk bezig zijn buiten in de wereld om alle zielen die beschadigd zijn of die niet opgevoed zijn in de leer van de Heere, in het woord van God, die misschien nog nooit van het woord van God gehoord hebben, maar moeten we die het evangelie verkondigen, dat is natuurlijk heel goed, want dat is ook onze taak, maar dat is niet waar wij moeten beginnen. En in vele gemeenten zien we dat er enorm gewerkt wordt aan evangelisatie en er komen mensen binnen, beschadigde mensen. Die hebben herstel nodig, die hebben hulp nodig en het is geweldig als er liefde is en aandacht is voor deze mensen. Maar het is niet goed als we dan onze kinderen vergeten. Het goud wat je in de hand hebt, dat goddelijk zaad, om dat te vergeten. Hoewel, is dat goddelijk zaad? Ja, het is goddelijk zaad, maar het is als het ware aangetast. Zoals al onze kinderen aangetast zijn, zoals wij vroeger aangetast waren. We worden onze kinderen, zoals wij dat vroeger geleerd hebben, zonder ontvangen en geboren. Maar dat is ook zo. Het is het zaad van de slang, waar de Heer over spreekt natuurlijk, in Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouwen, tussen uw zaad en haar zaad. En dit zaad zal u de kop vermorzelen, gij zult het de hiel vermorzelen. En dan spreekt de Heer al natuurlijk over de Heer Jezus, die komen zou. Over het zaad van God. Maar ik denk dat wij wel eens vergeten dat onze kinderen dus geboren zijn als zondaarskinderen. Niet om dat te blijven, maar het is wel het uitgangspunt waar ze niets aan kunnen doen. Want zoals wij vroeger geboren zondaars zijn in het vlees, zo zijn ook onze kinderen geboren met die foute natuur. En we kunnen dat vaak al heel vroeg zien in onze kinderen. Vaak zien we het al in de baby's dat ze beginnen te dwingen. En ouders hebben de taak
En natuurlijk ook de ouderlingen in de gemeente, maar vooral de ouders thuis, die natuurlijk veel meer tijd kunnen doorbrengen met de kinderen dan de ouderlingen in de gemeente. En de ouders hebben de taak om dit zaad van de boze te vervangen door het zaad van God. Dus als je denkt aan een moestuin, dan groeit daar onkruid en dat moet eruit. En dan moet daar komen een boom van God. Maar die boom die groeit niet gelijk recht. Die boom die kan ook scheef groeien door allerlei omstandigheden. En die boom die moet verzorgd worden, die heeft aandacht nodig. En zo is het ook met onze kinderen. Die hebben lering nodig. Die hebben onderwijs nodig. Die hebben terechtwijzing nodig. Die hebben vooral nodig dat ze leren dat ze opgevoed moeten worden in de rechte weg. Naar gerechtigheid. En in de vrezen des Heren. En als wij dat niet doen met onze kinderen, dan groeien ze op losbandig. Dan groeien ze op zoals ze eigenlijk zijn. En dan gaat dat kwade zaad wat de vorst van de duisternis in het hart gezaaid heeft via Adam en via Eva, dat gaat zijn weg. En dat gaat dan een gestalte krijgen in onze kinderen en in onze jongelingen. En dan is dat een foute boom. Dat is een foute vrucht. En daarom hebben onze kinderen juist ook ouders nodig. En heeft God ze ook geplaatst, zegt hij in Malachi 2, als het ware in een gezin waar een man en een vrouw samen zijn. Dat is de omgeving. En dan vertrouwt de Heer de kinderen toe. En als je dan bijvoorbeeld ziet bij Johannes de Doper, aan wie vertrouwde de Heer Jezus de opvoeding toe van Johannes de Doper? Aan Zacharias en Elisabeth, mensen die Godvrezend waren, die naar de wet onberispelijk waren. En hoe doet de Heer Jezus, en hoe heeft de Vader het gedaan met de Heer Jezus? Hij heeft hem geplaatst bij Jozef en Maria, Godvrezende mensen. En dan wil hij natuurlijk niet de Heer dat zo'n gezin, zo'n huwelijk ook uit elkaar spat, waardoor die kinderen elke bescherming kwijt zijn. Waardoor ze de lijn kwijt zijn en het recht kwijt zijn. En daarom zegt de Heer ook, dat wij als het ware trouw moeten blijven. Mannen, trouw blijven aan de vrouw van je jeugd. En dat is geweldig belangrijk, niet alleen voor die vrouw, niet alleen voor u, niet alleen voor God, maar ook voor onze kinderen. Dat ze vastigheid hebben, dat ze een bescherming hebben. Maar het is dus als het ware een ombouw. En wij verlangen denk ik van onze kinderen vaak te veel. Wij snappen niet als ze ongehoorzaam zijn. Wij snappen het niet als ze verkeerde keuzes maken. Maar dat komt omdat het als het ware in hen zit. En dat zie je al heel jong bij de kinderen. En ze weten het wel. Ze hebben natuurlijk in geweten. God weerhoudt de kinderen. Als ik terugkijk naar mijn eigen leven, dan kun je ook die eikpunten als het ware zien dat God je bewaard heeft. Dat is de genade van God die al werkzaam is voordat wij tot geloof en tot bekering gekomen zijn. Maar het is natuurlijk Gods plan, Gods bedoeling, dat dat zaad van de boze vernietigd zal worden. En het is natuurlijk al vernietigd op het kruis van Golgotha, toen Christus kwam. En toen hij de macht van de boze heeft verbroken. Toen hij de macht van de wereld heeft verbroken. Dus is de genade daar, de kracht is daar, de liefde is daar, de wijsheid is daar. Alles wat nodig is om onze kinderen op te voeden in de wijsheid en in de vrezen van de Heer, zoals Psalm 28 dat zegt. In de vrezen van God. En het is heerlijk als je dan ook mag weten, als je naar de samenkomst gaat, dat je kinderen ook komen in een omgeving waar er ook zorg voor gedragen wordt voor je kinderen. Als daar een kinderbidstond is of kinderwerk, op welke wijze dan ook, dat daar iemand is wiens hart uitgaat naar de kinderen. Want is dat niet het allerbelangrijkste? Waar de Heer ook over spreekt, in Malachi 4, vers 6... dat het hart ook in deze tijd, en het is goed om daarvoor te bidden, niet alleen voor je eigen hart, maar ook voor de harten van alle vaders, in de gemeente en buiten de gemeente. Dat het hart van de vaders weer terug zal keren naar de kinderen. En het hart van de kinderen naar de vader, maar het begint bij de vaders. En dan zegt de Heer, omdat ik niet zal komen dat het land met de ban zal slaan. Wij hebben als taak, lieve mensen, broeders en zussen, wij hebben een taak als gemeente van Christus om het zout te zijn en het licht te zijn in deze wereld. En dat we dan daar ook voor zullen bidden dat het hart van de vaders terug zal keren naar de kinderen. Want vele harten, het is beschamend om te zeggen, van de vaders, er zit niet vol met de liefde en de aandacht en de zorg voor de kinderen. Te vaak horen wij, nu even niet, nu heb ik geen tijd.
Het hart zit vaak vol met dingen van de wereld. En de taken, er moet geld op de brood op de plank komen, dat weet ik, dat is allemaal nodig. Maar er zijn natuurlijk verschillen. En sommigen zijn bezig om carrière te maken. En anderen zijn bezig om veel geld te verdienen, om rijk te worden. En anderen zijn helemaal vol van de sportmachine, workaholic, wat het ook allemaal zijn mag. En er is soms meer aandacht voor de smartphone als voor de eigen kinderen. En dat is niet goed voor van de vaders. En als wij hier zo zitten en wij herkennen bepaalde dingen, dan mogen wij ons er vandaag nu acuut van bekeren. Maar laten we ook bidden voor al die andere vaders. Zodat God door kan gaan in al die gezinnen. En dat alle huwelijken hersteld worden, dat alle vaders terug zullen keren. Hun hart terug zal keren naar de kinderen. En laten we dat ook bidden voor onszelf, dat ons hart erop gericht zal zijn. Om onze kinderen op te voeden in de, ja, naar het woord van God, laat ik het zo zeggen. Want God, God zoekt een nageslacht. God zoekt een godvruchtig nageslacht. Bedenk even hoe verschrikkelijk het is voor de Here als eigenlijk zijn kinderen, wat goud is, niet opgroeien voor hem. Niet als ze tot erkennis van de waarheid komen, tot een bepaalde leeftijd komen, dat ze niet de Here gaan dienen, maar dat ze eigenlijk leven voor de vorst van de duisternis. Dat ze leven voor de wereld. Dat ze leven voor zichzelf. En dat die scheefgroei eigenlijk steeds meer en meer plaatsgevonden heeft. Hoe verschrikkelijk is dat? Hoeveel moeite moet de Heer dan weer doen om de zondaren zware terug te brengen in de gemeente van Christus? Hoe moeilijk is het? U kent het uit uw eigen leven, scheefgroei, voordat dat recht is. U kent het uit uw eigen leven misschien. Hoeveel beschadiging u hebt opgelopen in het leven, voordat u tot het geloof kwam, voordat u tot de Heer kwam. En hoe goed is het dan als het kinderen vroeg in hun jonge jaren de Heer gaan zoeken, zegt de spreukenbrief. Hoe belangrijk is dat dan, dat kinderen bewaard worden voor die verschrikkelijke gevolgen van de zonde, die alleen maar pijn teweeg brengt, verdriet, schade, de dood uiteindelijk. Hoe belangrijk is het dan, broeders en zussen, dat wij het woord van God zullen hanteren en dat wij zullen doen wat de Heer van ons vraagt. Dus de taak van Albert in de gemeente, van ons thuis, is om dat verkeerde zaad en wat daaruit voortkomt, om dat eruit te halen, om dat te vervangen door het zaad van God, door Christus Jezus onze Heer en door het woord van God. En het is niet altijd misschien makkelijk, maar het is wel een voortreffelijk werk, noemt Paulus dat. Een voortreffelijk werk. En broeders en zusters, laten wij daaraan vasthouden. Laten wij vasthouden aan het woord van God. En dat we dat niet al zuchtend en al steunend zullen volbrengen. En dat wij als ouders niet gaan klagen over onze kinderen. Nou heeft hij weer niet geluisterd. Moet je nou toch eens horen wat hij nou weer heeft gedaan. Maar laten we luisteren naar het woord van God, is een betreffelijk werk. Het is een geweldig voorrecht als God ons kinderen heeft toevertrouwd die wij mogen opvoeden voor hem. Waar wij onze zorg aan mogen besteden. En onze tijd. En onze aandacht. Waar wij ons hart op mogen zetten. Want het is een investering voor de eeuwigheid. Het is een investering voor de eeuwigheid als onze kinderen opgevoed worden om de Here te dienen en de Here te kennen. Het is een investering voor de eeuwigheid als het zaad van God ineen geplant wordt en vrucht voort gaat brengen. Het is een investering voor de eeuwigheid als ze klaargemaakt worden voor de dienst in het Koninkrijk van God. Mag ons dat dan iets kosten? Mag ons dat dan misschien de nachtrust kosten? Of we voor hen moeten bidden? Ze voor hen moeten zorgen? Kijken hoe de vaders en moeders vaak bezig zijn als de kinderen ziek zijn? Al is moeten ze de hele nacht opzitten, maar ze doen het. Maar zo ziek zijn ze in principe, van binnen, door de erfzonde. En zullen we dan niet dag en nacht als het ware bezig zijn en onze tijd geven, onze kracht geven, onze aandacht geven, onze liefde geven, om ze te redden voor de eeuwigheid? Is die eeuwige ziekte van de zonde niet veel groter als die ziekte van het lichaam, waarvan ze meestal herstellen, gelukkig?
Broeders, zus, laten we wakker zijn. Laten we erop letten dat we bij de Heer in dienst zijn. En laten we erop letten dat Hij in God vruchtig nageslacht zoekt. Ik ben, zag je aan bij de oudere mensen. Dan is er opvolging nodig. Dan moet er een nieuwe generatie klaarstaan. En dat is de bedoeling van de Heer. Zo moet dat gebeuren. En weet u, als ik terugdenk aan Albert en Jacomijn, ik denk dat ik ze voor het eerst ontmoet heb, een jaar of 8, 9 terug, op een conferentie. Ik heb jaren op de conferentie pastoraat gedaan. Maar bij het start van deze gemeente was ik ermee gestopt, maar ik ben nog 1 keer terug geweest om wat te helpen, de zaak op te bouwen. En ik herinner me dat Albert naar me toe kwam, en Jacomijn, en het was voor de laatste samenkomst, zondag 's avonds, als ik het wel heb. Ik zeg, wat is het probleem? Ze hadden hem, ze zeggen, je moet nog maar eens even met Arie gaan praten. Het probleem was, Jacomijn die wilde gedoopt worden. En dat vond Albert toch wel een groot probleem. En ik zeg tegen mijn broeder, waar ik samen mee werkte, ik zeg, nou, ik ga na de samenkomst even met de jonge mensen praten over de doop. Dus dat is beter dan al die andere grote problemen die we hier voortdurend aan te horen krijgen. Dus ik zat daar heel ontspannen met Albert en Jacomijn en ik hoorde zo aan. En wat we eenvoudig deden was het woord van God open doen. En al pratende, al luisterende, kwamen we ook tot de conclusie dat Albert toch nog wel heel veel moeite had om te aanvaarden dat je kind van God was. Hij had die zekerheid niet. Dus in plaats van de doop kwam we eerst uit bij de bekering. En bij het leven als een kind van God. Dus we zijn zo een poosje bezig geweest door het woord van God. En één keer zei Albert, ik zie het. De Heilige Geest laat het mij zien. En dat vond ik zo mooi. En de volgende morgen heeft hij ook een mooie getuigenis geschreven. Maar dat heb ik onthouden. De Heilige Geest laat het hem zien. Zo is het ook met onze kinderen. We hebben de Heilige Geest nodig. We hebben natuurlijk het woord nodig, maar we hebben de Heilige Geest nodig. En er is niemand die kan overtuigen van zonde. Ook de beste prediker niet. Alleen de Heilige Geest kan dat doen. Alleen de Heilige Geest kan overtuiging geven van eeuwig leven. En die vorst van de duisternis die slaat altijd met blindheid. Als het ware zijn onze kinderen blind geboren. Maar hun ogen moeten geopend worden. Voor de genade die er is. Voor de liefde van God. Voor de kracht, maar ook voor het eeuwige oordeel. Als ze niet die keuze maken om voor de Heer te gaan leven. En heerlijk is het dan. Dus Albert is niet meer te jong. Hier staat natuurlijk, een broeder moet niet te jong zijn. Anders wordt hij opgeblazen. Nou, Paulus die gaf natuurlijk de opdracht aan Timotheus en aan Titus om in al die gemeenten ouderlingen aan te stellen en diaken aan te stellen. Het waren gemeentes die kort gesticht waren, dus het is niet zo dat je per se al 30 jaar de Heer moet kennen of zo. Dat is niet de bedoeling. Maar het is mooi als je dan ziet wat God in hun leven heeft gedaan. En wij moeten daar, lieve broeders en zusters, de Heer ook de eer voor geven. Het is niet de verdienste van Edward of van Dennis of van wie dan ook, of van mij. Het is de verdienste van de Heer. Het is het werk van de Heilige Geest. En ik zou willen, en ik bid daar ook voor, dat we daar meer oog voor krijgen. En dat we de Heilige Geest meer zullen eren. Dat we hem de eer zullen geven. Dat we hem die eer zullen geven die hem zo toekomt. Want het is niet uw werk, het is niet mijn werk. Het zijn niet uw tranen, het zijn niet uw gebeden, hoewel het allemaal belangrijk is. Maar het is het werk van God zelf. Het is het werk van de Heilige Geest. En nou wil God in alle kinderen dat hart wat ze hebben, waarin die verkeerde gezindheid zit, die ze ontvangen hebben bij de geboorte via de lijn van Adam. Dan wil God dat hart vernieuwen. Wij leerden vroeger natuurlijk om te bidden om een nieuw hart. En er werd soms om gelachen, maar dat is wel nodig. Dat wij een nieuw hart krijgen, dat wij een nieuwe geest krijgen. Een geest die verlangt om het goede te doen. En een hart wat verlangt om God te dienen. Die dat niet doet al zuchtend, wat we vanmorgen al gehoord hebben. Maar een hart wat verlangt om God te dienen. Een hart wat verlangt om beter te zijn met het woord van God. Een hart wat verlangt dat God de eer ontvangt. Een hart wat bezig is met de redding van zondaren. Een hart wat bezig is met de redding van onze kinderen.
En zo kwamen Albert en Jacomijn ook in ons midden om gedoopt te worden, denk ik, het allemaal goed weet. En ze hebben, lang hebben ze gereden van Middelharnis af. Ze hebben er veel voor over gehad en nu wonen ze gelukkig wat dichterbij. En Albert is, en Jacomijn, het is een vreugde om te zien wat God in jullie leven heeft gedaan. Het is een vreugde om te zien dat God mensen geeft, wie er hard van komen naar hem uitgaan. En het is een vreugde om te zien dat God mensen geeft die ook die leiding van de gemeente, die mooie taak, maar die zware taak, op zich willen nemen. Dus dat vervult ons met blijdschap en dat vervult ons met dankbaarheid. Want als er geen leiding is, dan verwildert het volk. Evenzeer als er geen visie is, dan verwildert het volk. Wat moet een gemeente zonder leiding? En natuurlijk kan er leiding zijn ook door oudere broeders en zusters. Je hoeft niet altijd bevestigd te worden als het ware in je ouderlingschap. Het is eigenlijk een bevestiging van wie je al bent. Het is een bevestiging van wat God al gedaan heeft. Het is niet zoals in de wereld dat je zegt, nou, ik heb de juiste opleiding genoten. Of ik heb de juiste diploma's. Je gaat het over heel iets anders. Je gaat het erover dat God iemand heeft klaargemaakt om goed leiding te kunnen geven. En het is voor onze vreugde als we zien hoe jullie ook bezig zijn met de kinderbidstond, met het werk onder de kinderen. En ik hoop dat dat ook in de toekomst bestendigd mag worden en liefst nog uitgebreid. Dat onze kinderen de volle aandacht krijgen die ze verdienen. De volle aandacht verkrijgen die ze nodig hebben. Alle liefde die ze nodig hebben. Het onderwijs, het onderricht, de gemeenschap. Dat ze veilig zullen zijn in deze boze tijd, in de wereld waarin ze leven. Dat er aandacht is voor onze kinderen, ook op de school natuurlijk, maar ook in het gezin vooral. Maar ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat onze kinderen veilig zullen zijn in de gemeente. En dat ook de broeders en zussen met elkaar zullen overleggen en samen zullen spannen dat er meer eensgezindheid komt, meer eenduidigheid. De kinderen niet in de war raken. Bij de ene ouder doet het zus en de ander doet het zo. Maar dat we samen zullen zoeken naar de gemeenschap. De gemeenschap daar eigenlijk ook voor onze kinderen, dat die eenheid zal toenemen. En tenslotte, broeders en zussen, een woord voor u. Onderwerpt u aan uw voorgangers. Gehoorzaamt hen, want dat is Gods wil. En als u iets ziet in uw voorgangers, waarvan u denkt, dat is niet goed, bid voor hen, praat met hen, u bent altijd welkom. Maar verandert uw visie niet in kritiek. Ga uw broeders en zusters, uw voorgangers, niet bekritiseren. En als u denkt, doet u dit wel helemaal goed? Nou, ons hart staat altijd open om te luisteren, ook naar goede kritiek, als die er is, om te luisteren, om gecorrigeerd te worden. Want wij moeten onberispelijk zijn. En dat is ook ons verlangen, dat is ook streven, dat we onberispelijk zullen zijn. Dat we geen fouten zullen maken. Want dat mag eigenlijk niet. Dat staat hier ook, hè, als het erover gaat, we moeten onberispelijk zijn. En dat willen we ook heel graag zijn. Dat is ook ons streven, dat is ons verlangen. Maar kom dan naar de voorgangers toe. Maar net als kinderen moeten luisteren naar hun ouders. Want weet u, ouders, als u uw kinderen geen gehoorzaamheid bijbrengt, dan komen ze zwaar onder de vloek. Ik moet zo denken aan Efeze 6. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Here, want dat is juist. Eer je vader en je moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, omdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Als wij onze kinderen niet opvoeden, zodat ze gaan gehoorzamen, dan is dat heel slecht voor onze kinderen. En het is heel vaak de eerste reactie van ouders dat wij het lastig vinden als onze kinderen niet luisteren. We vinden het lastig vooral voor onszelf. Maar als ons hart echt uitgaat naar God en naar het woord en naar de kinderen, dan beseffen we dat het voor de kinderen niet goed is om ongehoorzaam te zijn. Dan staat het belang van de kinderen bij ons voorop. Niet het ongemak wat het ons brengt in ons gezin als ze niet luisteren, maar dat het fout is van de kinderen ten opzichte van de Here. En als ze ons als ouders niet eren, dan missen ze die belofte van de Here dat het goed met hen zal gaan. En je ziet in deze tijd waarin veel ongehoorzaamheid is, ook bij de jeugd. En ik heb het vaak gezien, ook in het pastoraat. Er komen jonge mensen bij je en dan praat je met ze en dan vraag je, heb je je ouders altijd geëerd?
En dan komt het, want dan is het soms haast onmogelijk. En ik begrijp dat het niet altijd meevalt. Maar toch is dit wat God van ons vraagt. Dit is wat God van onze kinderen vraagt. Maar wij als ouders moeten hen daarbij helpen om hen dat te leren. Wij als ouders moeten hen helpen om hun dat bij te brengen. En we moeten dat ook niet te moeilijk maken. Dat zie je in vers 4. Vaders, wekt geen toren op bij uw kinderen. Maar voeten op in de onderwijzing en in de terechtwijzing van de Heer. En als wij onze kinderen niet leren om gehoorzaam te zijn aan de ouders, gaan ze dat ook straks niet zijn in de gemeente. Dan is er ruimte in het hart van rebellie. En er mag geen ruimte zijn voor het hart van rebellie, want dat komt van de boze, dat komt van die tegenpartij. Dus lieve broeders en zusters, laat ons hart uitgaan, voortdurend naar de Heer. Laat ons hart voortdurend uitgaan naar onze kinderen. En gemeente, laat ons hart voortdurend uitgaan om die lijn die God ons gegeven heeft, ook in de gemeente, hoe we met elkaar moeten omgaan, om daaraan gehoorzaam te zijn. Dat zijn naam verheerlijkt wordt, dat zijn koninkrijk gebouwd wordt. En dat wij zeker niet onze ouders zullen verachten, want er komt de toorn van God over. Maar dat wij onze ouders zullen eren en ook de ouderen in de gemeente, zo ook onze oudsten en onze voorgangers. Albert, zo zien we dan uit wat de Heer verder nog door jou gaat doen. En samen natuurlijk ook met Jacomijn, jullie werken veel samen. En het is een grote vreugde. Edward zal verder de dienst overnemen. En ja, we bidden natuurlijk om een rijke zegen voor jullie. Amen.